Spinners. Spinnen, doe eens even. Eerst je eigen spinnen even zien. Want jij hebt je eigen. Dat is een spinner die is speciaal voor? Glow in the dark. Glow in the dark, heel goed. Oké. En die van papa? Hier. Ja. Ik moet hem even goed hebben. Ja. Dat is dat een beetje anders. Ja, oké. En die doet, wat doet die? Oké. Die maakt allemaal. Die maakt Oké, draai eens. Oké. Oh. Even kijken. Alright, heel goed. En nu heb je opeens een nieuwe erbij. Tada! En wat is dat dan voor een? Oh, wow, kijk je. Dan zal ik hem even op een andere stand zetten. Oh, je hebt allemaal verschillende standjes. Je hebt er 3 standen. Als je deze even uitzet, dan heb je een hele mooie opeens. Oh ja. En als je die weer aanzet en die zetten we... Ja, die andere. Want dit, eentje doet het niet, maar ja, jammer dan, dat is niet zo erg. Oké. Zetten we die weer uit. Oh ja, oké. Ja, dat wordt wel heel super. Ja. Papa die wil iets laten zien. Nou, we gaan eerst eventjes het torentje maken. Ja, dus, het is los. Dus eventjes het torentje maken. Ja. Even het torentje maken. Deze inklikken. Dan gaan we eerst proberen een toren te maken gewoon van 3 stuks zonder lampjes aan. Je zet ze op elkaar. Oh ja, moest die onderop. Oh ja, die onderop. Die moest bovenop. Even kijken. Ga je gang. Oké, we hebben nu dus 3 soorten. Ja, de 3 soorten. Nou. Deze. Wacht, eerst moet je deze draaien. Tot je... Oh. Ja, je moet wel erop houden natuurlijk. Ja. Dat is erg moeilijk, jongens. Wow. Nou, laat mij eens proberen. Even kijken hoor. We beginnen met deze. Die? Nee, moet je even weghalen. Moet je even weghalen. Deze. Nou, we hebben hem. Ja, we hebben hem. Dus ze draaien nu allemaal. Deze toren van Pisa heb je nog veel meer. Dan kan je die natuurlijk opzetten. Maar dit is een toren van 3 spinners. Ja, 3 spinners. Toren van Pisa. Ja, nou ja, het is geen toren van Pisa. Een toren van Pisa gaat scheef. Ja, mijn gele stopt. Het geel is alweer stopt. Oké, dat is niet erg. Hij heeft niet echt zoveel evenwicht. Ertussen soms. Oké. En deze 2 die draaien nog best wel goed. Nee, die draaien wel helemaal gelijk. Of zelfs deze op. Gaat op deze. Oké, nou dat hebben we nu gehad. Dan nu met de lampjes aan. Zo? Ja, oké. En nu met de lampjes aan. Deze hier worden. Ja, eerst die, hè. Oké, nou. Dan wil je eerst de onderste aandoen, hè. En goed draaien. Deze kan je zo lang aan doen als je wil. En die moet je ook weer draaien dan. Kijk, heel goed. Dat ging hartstikke goed. Dan kiezen met licht. Lichtje dan. En kijk, nu kan je hem ook best wel goed zien. Ja, lijkt het net die gele is weer gestopt, hè? Ja, ja. En die draai nog even door. Ja, die draai nog door. Oké, dat is elk moment uit. Dit is hem dus uiteindelijk geworden. En die gele gaat er alweer uit helaas. Ja, die gele die is wel het minst goed hè, daarvoor. Hij knippert wel leuk. Hij knippert niet volgens mij. Nee, hij knippert niet, komt door dit. Oh, het lijkt dat hij knippert. Oké, het lijkt dat hij knippert. Ja, het komt omdat hij er overheen gaat. Steeds gaat een balletje, geen balletje, wel een balletje, geen balletje. Dus daarom knippert.
knippertje de hele tijd. Dus daarom. Ja, die toren hebben we gehad, hè? Ja. Maar we hadden nog iets leuks verzonnen, hè? Ja. Want we hadden... Wat had je hier? Kijk eens hier, deze. Als je smurfen hebt... Dat zijn smurfjes van de... Smurfland. Ja, maar van welke supermarkt komen die? Van de Jumbo. Nee, niet van de Jumbo. Van een andere, bij oma vandaan. Ja. Als je die smurfjes hebt, dan kan je die natuurlijk altijd op je spinnen hebben. Ja, dus wat had je gedaan? Nou ja. Moet je een beetje nat maken met je spuug. Mm-hmm. Zo. Beetje, niet te veel. Poppetje naar buiten wijzen. Met een neusje naar buiten. Dus zo. Oké. Zo. En nou, als je nu zo draait, dan... Heb je poppetje. 3 poppetjes. Misschien heb je er wel meer, maar oké. Die kan je altijd gebruiken. Dus het zijn poppetjes. Poppetjes van het smurfen. Ja, nou dan moet je nou weer toren maken. Hè? Ja, dan moet het weer een beetje. Nou, doe je eerst 2. Doe eerst even 2. Ja, doe maar 2. Smurfen. De smurfen spinner. Oké, dan laat je eerst draaien. Je mag eigenlijk niet die smurfen raken. Oké. Anders ga je natuurlijk een beetje fout. Oké, kijk. Super gedaan. Wat doe je nu? Oké. Kijk. Ja. Zo gaat. Zo. Oh, scheef. 1 keer. Zo. Dus nu heb je een smurfenspinner. Ja, smurfenspinner. Kijk, dat kan je natuurlijk ook. Kan je die ook gewoon kopen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Maar kan je hem zelf maken? Is het leuk dat je hem zelf kan maken? Ja. Kijk, hier gaan ze met z'n tweeën nog. Hè. Nu gaan we de uitdaging nog meer aan. Mm-hmm. Want we gaan nu die derde erbij pakken. Ja. Oké, pak die derde maar. Die gaan we er weer tussen doen. Ja, die gaan we er weer tussen doen. Pakken we die. Schrijven we die. Nope. Nope. Ik doe van deze af. Ringetje ertussen. Ja, ik heb ringetjes. Hier los kan zetten. Yep. Ja. Kijk wat je doet. Ja. Drie op een rij met smurf bovenop. Alright, dat is 1. De onderste moet super hard. Ja, heel goed. Ja, dat is nummer 2. En nou komt de moeilijke, nummer 3. Met smurf. Oh! Nou, ik zal het ook eens even proberen. Dan zei je hem. Hou je hem vast ook. Ja. Filmt hij wel? Ja, hij filmt al. Ja. Oké, daar gaat hij, hè? Ja, papa die gaat nu aan de slag. Ja. Zo, pap, je doet het goed. Yeah, joepie! Yes! 3 op rij met smurfen spinner. Mm-hmm. En die smurfen worden helemaal duizelig. Oh, ik word helemaal duizelig. Je ziet hem ook echt goed. Ik geef weer terug aan mijn vader. Ja. Dit is een smurfen. Een smurfen spinner. Smurfen spinners. Yes. Oké, hij gaat langzaam opraken. En toch gaat die blauwe nog een tijd door, hè? Ja.
Dan heb ik hier een smurfje met een lampje erbij. Let op. Hartstikke leuk. Hé, we moeten die lampje nog even testen in het donker natuurlijk. Die doen het hoor. Ja, dan gaan we even testen. Okay. Let's go, even naar het donker. Oké. Okay. Okay, dan hebben we hier de glow in the dark, hè? Mm-hmm. Oké, okay, die kan draaien. Ja. Kijk. Die draait lekker. Mm-hmm. En dan heb je hier... Mijn nieuwe. Die nieuwe. En hier heb ik... Wow. En dan die andere met de smurven tikken. Ligt niet helemaal. Smurfvot of. En dan haal je smurven er even af. Ja, dat is ook iets anders. Eentje nog maar. Als die nou veel licht heeft. Heel veel licht. Oké. Dit zijn onze drie spelen. Ik wil ook nog even laten zien wat je kunt voor kunstjes. Want het, ik vind zelf dat die dingen beperkt zijn. Maar goed, laat maar zien. Tada! Op je duim. Nou echt. Applaus. En ja? Voor deze test moet je bril, als je die hebt natuurlijk, afzetten. Oké, handig. Af. Af. En dan? Oh ja. Hoe haal ik mijn neus eraf? Oké. Okay. Ja, ik ga even kijken. Oh. Oké. Okay. En we hebben nog een laatste oefening. Andere test. Deze is best moeilijk voor kleintjes. Oké, okay, ja. Op je knie. Ja. Oké. Okay. Ja, dan heb je hem vast. Je moet hem loslaten, hè. Nou ja. Dat kan je dus allemaal met een spinner. Ja. Allemaal, maar misschien ga ik het hele week nog meer leren. Ja. En nou ja, heel veel succes weer. Dan ga ik het weer op YouTube zetten en ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze spinner filmpje te zien.